willen wij in mijn taxi! Dat past net, het is lekker knus. Ik heb haar meegesleept naar de stad. Ik zeg, we moeten een steentje bijdragen. Goeie doel. Ja, dat hoor ik nou nooit, dat je moeder je meesleept naar de stad. Dat is toch iets? Jullie zijn vluchtelingen, hoorde ik. We waren vluchtelingen, ja. Ja. Want waar komen jullie vandaan? Bosnië. Hoe was dat voor jullie die tijd? Als kind zijn valt het nog wel mee, maar later pas, hoe ouder je wordt, dan dringt het pas tussen je door. Maar eigenlijk is het thema, dus waar we geld op voor gaan halen, dat gaat eigenlijk over jullie 21 jaar terug. In principe wel, ja. Ja, in principe wel. Ik ben ook blij dat ze zo'n dingen ook echt doen. En wat komen jullie doen bij Series Request? Ja, gewoon feesten. Gewoon meer wat beleven. En nu is het eindelijk druk en heerlijk, dus ja. Heel zielig, jongens. Ik heb mijn hele leven gedacht, zo'n dingen gaan niet in Heerlen gebeuren. En nu is het hier, dus dan kan ik moeilijk niet er naartoe gaan. Is it too late now to say sorry? Because I'm missing more than just your body. Nou, dat was wel heel intens. Ik voel me nu wel een beetje het vijfde wiel, moet ik zeggen. Je bent gevlucht uit Cambodja toen je heel jong was. En toen ben je hier gekomen en ben je hier je leven weer gaan opbouwen. Precies. Ik heb geluk. Ja. Ik kan wel van de oorlogregime vluchten. En menig één niet. En nu gaan we dus in 2016, maart 2016, met z'n vieren terug naar Cambodja. Oh, jullie gaan echt met z'n vieren terug? Ja. Het is een beetje thuiskomen misschien ook wel. Weet je wat het is? Thuiskomen is het niet. Ik heb niemand meer in Cambodja. Dat is niet thuiskomen. Je hebt zoveel verloren, mijn thuis is hier. Dat is die drie mensen om me heen. Dat is mijn thuis. Ja!